Martijn, lid van de Raad van Bestuur van de Publieke Omroep. Nou, in dit jaar is er echt wel heel veel gebeurd. Daar wil ik het zo even over hebben. Maar de eerste logische vraag is, is dit initiatief waar de BBC bij betrokken is ook iets voor de Nederlandse publieke omroep? Zeker. Ja. We volgen het ook met veel interesse. We zijn zelf met een soortgelijk project bezig, ook in een consortium van een aantal organisaties. Beeld en Geluid, Omroepen, Koninklijke Bibliotheek. Vele partijen bij betrokken. Waarbij we eigenlijk eenzelfde soort vraag hebben. We maken net iets andere keuzes. Vertel eerst maar eens even over dat consortium. Wat is het project? Waar gaat dat project over? Nou, kijk, ik denk dat is misschien het belangrijkste is waarom doen we dit? En dat heeft Laura net ook iets over gezegd. Kijk, ik denk betrouwbaarheid en authenticiteit van media wordt een van de grote thema's de komende jaren. Omdat het steeds makkelijker wordt om synthetische media te creëren. Kunstmatig, met kunstmatige intelligentie, die niet meer van echt te onderscheiden is. Dat gaat eigenlijk over deepfakes, het risico. Synthetische media, hoe herken je nog wat echt is? Maar het andere is, dat betekent dus ook dat mensen met jouw content aan de haal kunnen gaan. Met jouw programma's of video's. In ons geval bijvoorbeeld ook tekstberichten. Dat is het verschil een beetje tussen ons en het project waar de BBC bij betrokken is. Mm-hmm. Wij zijn aan het kijken, kunnen we een soort gelijk, ik heb dat eerder genoemd, een echtheidsstempel. Het is een soort watermerkje, maar dan ander soort technologie. Wat je mee kunt geven aan je berichten, aan je video's. Waardoor je, ook al kom je ze ergens op het internet tegen, altijd weet, dit is de originele video. Deze komt echt van de publieke omroep. Deze komt echt van de NOS. Ja, er komt een soort Hij is niet bewerkt onderweg. Iets aan getweakt, waardoor het ineens een fake video geworden is. Nou, dat is ongelooflijk belangrijk. Zolang video's zwerven over sociale media en over het internet, is het cruciaal, ook voor ons, dat we tegen mensen kunnen zeggen, je kunt dus weten of dit echt van ons afkomt of niet. Mm-hmm. Nou, dat is denk ik een van de ontwikkelingen. Dus daar kijken we met een consortium ook in Nederland naar. We hebben ook overheid gevraagd om dat te steunen. Ja, wij proberen vanuit het publiek omroep eigenlijk daar gewoon een eerste start al mee te maken. Proof of concept daarop te maken. Want ik denk dat iedereen zal zeggen, oké, dat is inderdaad een goed plan. Hè. Komt een beetje overeen inderdaad, iets andere insteek. Maar het gaat om dat de content authentiek is, dat je zeker weet, dit komt van de publieke omroep af in dit geval. Ten eerste, dat klinkt als iets wat heel erg op een softwarematig developer niveau ontwikkeld moet worden. Want je moet dus nagaan of de video niet korter gemaakt is, versneld is, wat nou. En dat moet dan geëmbed worden in welke technische manier jullie dan ook kiezen. Het is een heel technisch vraagstuk waarvan je je afvraagt van, is de Nederlandse publieke omroep nou de partij die deze techniek moet ontwikkelen? Of is dat iets van die techniek bestaat en die gaan we toepassen? En het tweede is, doen jullie dat dan ook samen met andere mediabedrijven in Nederland? Dus niet alleen publieke omroep, maar gewoon ook de commerciële omroep, over de kranten? Of wat is dat consortium? Graag. Nee, we willen dat ook graag ook met andere mediapartijen doen. Op dit moment zijn het met name de andere partijen waarvan een aantal bij Public Spaces actief zijn. Maar kijk, dit is op zich niet, het is niet een gesloten gezelschap. We willen dat dit soort dingen heel graag ook met andere mediabedrijven doen. En hetzelfde is, daarom zei ik, we kijken natuurlijk ook naar de BBC. En wat we interessant vinden is dat onze mensen hebben net een iets ander concept bedacht. Dus ja, daarmee is het ook gewoon, we zijn denk ik samen op zoek. En dan kun je zeggen, wij zijn natuurlijk veel kleiner dan het consortium wat je net hoorde. Ja, maar tegelijkertijd, je hoeft niet groot te zijn om de beste oplossing te vinden. Om dit soort oplossingen te vinden. En bij voorkeur hebben we straks meerdere oplossingen die we kunnen gebruiken. Dus ik denk dat, we hebben ook heel erg het gevoel, je kunt niet stil blijven zitten op dit moment. Zeker niet als een publieke mediaorganisatie. Want we zien gewoon, wat ik net zei, betrouwbaarheid van media staat echt op het spel. En we zullen actie moeten ondernemen, ook om naar het publiek te laten zien, dat wat je van ons tegenkomt, is altijd betrouwbaar. Daar moet je van op aankunnen. Nou, dus dat betekent ook, er zijn twee verschillende dingen natuurlijk. Hè? Het ene is van, is het betrouwbaar? Het andere is, komt het echt van jullie? Want het vreemde van het afgelopen jaar is natuurlijk dat er ook een groep mensen is in de samenleving die juist de mainstream media, die juist de media die wij allemaal kennen, beschouwen als onbetrouwbaar. Ja. Hoe ga je daar dan mee om vanuit de publieke omroep? Want daar moet je ook een rol in nemen. Van, nou, ik denk dat je, kijk, dat geldt met vertrouwen altijd. Hè. Vertrouwen moet je altijd elke dag opnieuw verdienen. Dus dat betekent dat je ook meer moet doen om te laten zien dat wat wij brengen, dat je daarop kunt vertrouwen. Hè. Dus bijvoorbeeld de NOS die steeds meer laat zien ook, hoe komt het nieuws tot stand? Ja. Ik denk dat onze journalisten ook steeds transparanter moeten zijn. We hebben natuurlijk ook allerlei zelfregulering. Waarbij we zeggen, we hebben een journalistieke code waar iedereen zich aan houdt, aan moet houden. We hebben een ombudsman die daar ook op toetst, die onafhankelijk is van de journalistieke redacties. De redacties zelf zijn al onafhankelijk natuurlijk.
Bijna alle omroepen zijn aangesloten bij de Raad voor de Journalistiek. Al dat soort vormen van zelfregulering zijn denk ik essentieel. Je zult transparanter moeten gaan worden. Je zult veel meer moeten uitleggen hoe bedrijven... Waarom kwam die man met zijn mutsje toevallig aanfietsen op dat moment? Dat soort... Elke keer zeker om dat vertrouwen te blijven verdienen. En tegelijkertijd is het ook van alle tijden dat mensen natuurlijk in de meest wilde verhalen geloven. Dat moet je realiseren. Zo zijn mensen. En naarmate je meer wordt blootgesteld aan dat soort verhalen, zijn er ook meer mensen die erin gaan geloven. Ja. Dus ik denk dat we ook... Wij hebben ook een rol in de bewustwording. Ook bijvoorbeeld ook richting de politiek in Nederland, in de EU. We zeggen, jongens, realiseer je wat er aan het gebeuren is, wat voor technologische verandering er nog aankomt en dus hoeveel sterker deze ontwikkeling nog gaat worden. We hebben nu al gezien vorig jaar in de VS, of begin dit jaar in de VS, de bestorming van het Capitool. Weet je, dat komt tot stand doordat mensen in complottheorieën zijn gaan geloven. Doordat ze in onwaarheden zijn gaan geloven. En niet alleen dat ze kunnen geloven, maar ook dat ze zich heel makkelijk online kunnen organiseren, informatie met elkaar kunnen delen. En wat privécommunicatie was, heeft nu de grootte van een massamedium. Dus die stroom gaat heel snel. Een laatste vraag, heel specifiek over... Kijk, een deel van die betrouwbaar zijn en controles en checks, dat is van alle tijden in de mediawereld. Wat er nu nieuw is, wat er aan de hand is, is natuurlijk dat inderdaad synthetische media, computergegenereerde media, die niet van echt te onderscheiden is. En allerlei nieuwe technieken die eraan komen. Wat is jullie visie op die synthetic media, synthetische media? Is er een soort principe uitspraak van de publieke omroep van dat doen we wel of niet? Of is dat ook uitvinden hoe we daar komen? Nee, we experimenteren daarmee. Ook van kunnen we dat soort technieken inzetten ook juist voor goede doelen? Ja. Een nieuw soort content te creëren. Bijvoorbeeld, we hebben een project lopen waarbij gekeken wordt naar, kunnen we mensen die we normaal gesproken onherkenbaar in beeld brengen, zou je die ook in beeld kunnen brengen bijvoorbeeld met een ander gezicht? Hè, waardoor het wat natuurlijker overkomt. Hè, waardoor je wel anonimiteit kunt garanderen. Nou, dat soort doelen, dat zijn positieve doelen van synthetische media. Dus je moet denk altijd in de gaten houden, technologie is nooit fout. Maar de manier waarop je hem gebruikt. Hè, en dat is iets waarvan ik vind dat het maatschappelijke debat, ook het politieke debat, moet er echt sterker over gevoerd worden. Hoe gaan we daarmee om? Want daar hebben de grote internationale platforms een rol in. Dat zijn de plekken waar dit soort fake news en straks ook deepfakes verspreid zullen worden. Dat gebeurt niet bij ons. Ja. Wij zullen moeten bewaken dat het niet bij ons gebeurt. Dus we moeten ze herkennen, zei Laura Ellis net ook. Dus ook wij kijken, kunnen we samenwerken met bedrijfjes die deepfakes kunnen herkennen. Maar een van de grote vragen wordt, is die software, gaat die zo hard, gaat die ontwikkeling zo snel dat je die ook over een paar jaar nog steeds deepfakes kunt herkennen? Ja. Ik betwijfel dat. Het wordt een wedstrijd natuurlijk. Dus daarom zei het, betrouwbaarheid van media is het grote thema. En als je realiseert wat de rol van media is in onze democratie, dan zou dit veel hoger op de politieke agenda moeten staan. Men moet zich ervan bewust zijn hoe belangrijk het is dat we... Mensen van de ministeries die luisteren, ik weet dat ze in de zaal zitten, in onze virtuele zaal. Dus, We moeten ons gewoon realiseren dat hier zitten echt risico's aan vast. En tegelijkertijd zijn we ook met gewoon mediapartijen en waarschijnlijk ook de grote platformbedrijven, we zijn in staat om er iets tegen te doen. Maar dan moeten we wel er ook allemaal energie achter zetten, want het gaat niet vanzelf. We gaan het heel goed in de gaten houden. Yes. Dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan.